In mijn vorige vlog had ik het over de perikelen die we hebben met het CVW. Toen ze begonnen over sloop en nieuwbouw, schrokken we natuurlijk wel. Maar het had ook tot gevolg dat we met andere ogen naar ons huis gingen kijken. En we bedachten dat onze tuin toch eigenlijk wel een beetje smal was. We gingen praten met de buurman om te kijken of hij niet een stukje weiland aan ons wou verkopen. En een paar weken later al hadden we er een prachtig mooi stukje tuin bij, waar we geweldig blij mee zijn. Kijk, en dit zijn onze kippen. Die scharrelen hier altijd wat rond. Er ligt er trouwens maar eentje in een ei. En ondertussen gaat natuurlijk ook het gewone werk door. Zondagavond vertrokken we naar Aardenburg, helemaal in de zuidwesthoek van Zeeuws-Vlaanderen. Want daar had Evelien een expositie die we moesten afbreken. En deze week krijgen we misschien duidelijkheid van het CVW over de begroting van de versterking. Want daar gaan ze een besluit over nemen. Gaan ze het vertellen? Gaan ze het niet vertellen? Dat moet duidelijk worden. Minus Valdo!